Als het tijdelijk is, kan het prima. En ik verwacht ook wel dat hierna nog sommige dingen gewoon wel zo blijven. Dat je denkt van, hé, waarom zou ik nu helemaal naar Nijmegen rijden als ik één op één een gesprek heb met iemand? Zullen we het niet even via videobellen doen? Mijn naam is Jan de Boer en vandaag exact 7 jaar burgemeester van deze mooie gemeente Buren. Nou, burgemeester word je door te solliciteren. En het helpt over het algemeen wel dat je bestuurlijke ervaring hebt. Vroeger was het altijd vanuit het openbaar bestuur. Daar zie je wel verandering in. Dat ook mensen vanuit andere sectoren burgemeester kunnen worden. Maar ik heb wel de klassieke opleiding, raadslid, wethouder en dan de stap naar burgemeesterschap. Maar je moet gewoon solliciteren en dan de commissaris die maakt de voorselectie. Maar uiteindelijk is het de gemeenteraad middels de vertrouwenscommissie die een keuze maakt en dat voorstelt aan de raad. En dan, dan kan het lukken. Zeker in deze tijd, als ik een belafspraak heb gehad, even de tuin in. Nou, je ziet, het ziet er allemaal onkruidvrij uit. Het is in jaren niet zo netjes geweest. Dus dat zijn wel dingen. Het is ook belangrijk om je te ontspannen. Nou, de dag tijdens corona is eigenlijk al nu 8 weken lang heel anders. Ook onze kinderen zijn thuis, mochten niet naar school. Dat betekent dat mijn vrouw en ik dus en een stukje thuisonderwijs, begeleiding verzorgen, maar dat alles met werk te maken heeft, gaat append, bellend, mailend, Microsoft Teams vergaderend met elkaar. Probeer het toch zo goed mogelijk te doen. En ik merk, aan de ene kant pik je snel dat soort dingen op, want heel veel dingen kan prima met een telefoon en een beeld erbij. Maar ik merk wel dat het veel vermoeiender is. Zeker als je grotere groepen hebt en je bent voorzitter. Je hebt niet meer even de tussendoor opmerkingen. Het ontspannen. Het is wat formeler. Of wat, nou, dan ben jij om de beurt en dan ben jij om de beurt. Dat maakt het wat minder spontaan. Hè? Je mist dan wat improvisatie erin. Maar als het tijdelijk is, kan het prima. En ik verwacht ook wel dat hierna nog sommige dingen gewoon wel zo blijven. Dat je denkt van, hé, waarom zou ik nu helemaal naar Nijmegen rijden als ik één op één een gesprek heb met iemand? Zullen we het niet even via videobellen doen? Ik denk, wat dat betreft geeft het ook weer nieuwe kansen. Wat ik nu het mis, collega's gewoon fysiek spreken, zien. Echt het oogcontact hebben en de grapjes tussendoor maken, bij elkaar even binnenkomen, lopen op de kamer en even horen hoe het gaat. Dat mis je gewoon. Het contact met je raadsleden, 's avonds met de vergadering en zo. Maar ook op bezoek bij een 60-jarig huwelijk. Ik heb het nu via een belafspraak. Dat deden we ook met de koninklijke onderscheidingen. Het heeft prima gewerkt. Ook omdat je weet, ja, het is voor 1 jaar, maar volgend jaar kunnen we lekker weer de mensen zien. En hebben we een lekkere oranje tompoes bij en een oranje bitter. Dus het echte contact, dat mis ik wel in deze tijd. Ik heb ervoor gekozen om met een coronacompliment te komen bijvoorbeeld. Waarin je beroepsgroepen of bepaalde categorieën mensen gewoon even die extra aandacht kunt geven. Even benoemen waarom zij best wel eens even een compliment mogen verdienen. Want zowel mensen in de zorg of in het onderwijs, al het werk is even anders dan anders. En ja, we doen dat gewoon heel goed in Nederland en we doen dat ook heel goed in Buren.